Laat ik met de conclusie beginnen. Dan kunt u ook even weglopen, want dan weet u al hoe het af gaat lopen. Naar mijn idee functioneert die democratie in Nederland heel behoorlijk. Althans, wij kennen geen andere politieke systemen die erg veel beter werken dan de democratie in Nederland. En dan kunnen we dat in algemene zin stellen. Ook andere kleine democratieën in West-Europa functioneren heel behoorlijk. Er zijn allerlei andere democratieën die veel minder goed functioneren. Maar als u een klein beetje op dit thema gelet heeft in de afgelopen decennia en naar de televisie heeft gekeken en misschien naar een enkele demonstrant heeft geluisterd, dan heeft u misschien de indruk gekregen dat de Nederlandse democratie waardeloos functioneert, dat de mensen niet gehoord worden, dat de mensen er helemaal geen vertrouwen in hebben, dat we in een soort van semi-dictatuur leven. Je ziet dat ook wel eens op het Malieveld, mensen met grote borden. Weg met de dictatuur. Dus die hebben er kennelijk heel weinig vertrouwen in. En we hebben zelfs een hele politieke partij die al bestaat sinds 1966. Die zichzelf ten doel gesteld heeft om de Nederlandse democratie ingrijpend te hervormen. In feite ingrijpend te democratiseren. Want sinds de jaren 60 is er een brede kritiek geweest op de Nederlandse democratie, waarvan het punt eigenlijk altijd was dat die democratie in onvoldoende mate de Nederlandse burgers en hun opvattingen representeerde. En dat er daartoe ingrijpende hervormingen moesten worden doorgevoerd om die democratie beter te laten functioneren. En nu is eigenlijk mijn stelling dat die democratie heel redelijk functioneert. A. En B, dat al die voorstellen die gedaan zijn om die democratie verder te democratiseren, dat die waarschijnlijk rampzalige effecten zullen hebben op de Nederlandse democratie. En ik zal er ook een paar voorbeelden van geven en hoe dergelijke methodes in het buitenland de zaken in feite verpest hebben. Maar laat ik eerst beginnen met te proberen te bewijzen dat die Nederlandse democratie echt heel behoorlijk functioneert. En het allereerste waar je een democratie aan zou kunnen toetsen, dat is opkomst. En nu wil het geval dat in de Nederlandse democratie, bijvoorbeeld bij de laatste verkiezingen, dus dat was in 2017, de opkomst in Nederland 82% was. Ik hoor overigens nog steeds die muziek, daar heb ik eigenlijk niet zo'n vreselijke behoefte aan, maar goed, dus die mogen jullie wat mij betreft uitzetten. De opkomst in 2017 was 82%. Dan zal een enkele zwartkijker thuis denken, ja 82%, maar dat betekent dat 18% niet is komen opdagen. Dat is inderdaad een feit. Van de kiesgerechtigden is 82% gekomen. Maar ik kan u verzekeren dat als je dat vergelijkt met de opkomstcijfers in andere landen, in andere democratische landen, dan ligt die Nederlandse opkomst die ligt frappant hoog. En als wij de opkomstcijfers bekijken, zeg maar vanaf begin van de jaren 90 tot de laatste, dus 2017. Ik heb geen idee hoe het dit jaar zal gaan, omdat door de corona misschien de opkomst gestoord zal worden. Dat moeten we even afwachten. Vooral ook omdat ouderen nu per post kunnen stemmen. Laat Trump het vooral niet horen. Die meent dat poststemmers dat het allemaal oplichters zijn. Maar goed, dus ik weet niet hoe het dit jaar zal gaan, maar sinds het begin van de jaren 90 liggen de opkomstcijfers in Nederland altijd boven de 75%. En ik zou zeggen, dat is een hele redelijke indicatie van het feit dat de Nederlandse kiezers wel vertrouwen hebben in de Nederlandse democratie. Want als ze dat helemaal niet zouden hebben, dan zouden ze ook niet opkomen daar. Ik kan nog een ander op zichzelf vrij komisch recent voorbeeld geven van het vertrouwen in de Nederlandse democratie. En dat is het feit dat bij de komende verkiezingen zich 39 partijen hebben aangemeld, als ik het wel heb. Nu was mijn indruk dat daar wel een betrekkelijk groot aantal operettepartijen bij was. Van mensen die vooral aandacht willen trekken of in de talkshows willen optreden, maar toch geeft het aan dat de mensen het kennelijk heel zinvol vinden om in Nederland parlementslid te worden. En op die wijze invloed uit te oefenen op de democratische orde in Nederland. Er zijn nog wel meer indicatoren van het vertrouwen in de Nederlandse democratie. Het Sociaal Cultureel Planbureau vraagt ook, heeft u vertrouwen in de democratie? En dan zie je ruime meerderheid, meestal zo'n driekwart van de Nederlandse bevolking zegt ja, ze hebben er wel vertrouwen in.
Als je vraagt, heb je vertrouwen in de politieke partijen en in de politici? Nou, dan is dat in het algemeen een stuk minder, mogen we wel zeggen. Politici horen niet tot de meest populaire figuren in het vaderland. Wellicht met uitzondering, niet waar, van een grote teflon-toveraar Mark Rutte, dat is mogelijk. Maar in het algemeen ligt daar het vertrouwen wat minder. Maar in het algemeen heeft men nogal wat vertrouwen in de Nederlandse democratie. En juist daarom is het zo merkwaardig dat we nu eigenlijk al sinds 66, dus dat is sinds, wat als ik even goed reken, 54 jaar, niet waar, steeds maar bezig zijn met die discussie, moet het niet anders, moet het niet beter, moet de democratie niet gedemocratiseerd worden? En als we dat zouden willen doen, hoe zouden we dat dan moeten doen? En de voorstellen in die richting zijn altijd in grote trekken ongeveer hetzelfde. Ergens bijvoorbeeld een jaar of wat geleden is er een groot rapport uitgekomen, het rapport Remkes. En daar werd ook weer, zoals zo vaak en zo vaak eerder, weer gemeld dat we dit en dat moeten doen om die democratie in Nederland te verbeteren. En wat zijn de voorstellen die in het algemeen daarvoor gedaan worden? Die ook de partij, dus D66, altijd daarvoor heeft gedaan. Ik zeg hier even tussen haakjes bij, omdat het zo komisch is dat nou juist een minister van D66, namelijk mevrouw Ollongren, namens dit kabinet het raadgevend referendum heeft afgeschaft. U zult zien, ik ben het daar grondig mee eens, dat hele wetje dat was een waardeloos klotenwetje. Maar nu, wat zijn de voorstellen die in de loop der jaren gedaan zijn om onze democratie ingrijpend te verbeteren, om ervoor te zorgen dat die democratie in feite de kiezers in Nederland beter representeert. Voordat ik daarmee begin, wil ik allereerst nog opmerken dat de Nederlandse parlementaire democratie, want let op, het is een parlementaire democratie, het is dus niet een plebiscitaire democratie, we zullen zo zien wat dat eigenlijk is, het is een parlementaire democratie, waarin de leden van het parlement a titre personeel worden gekozen. Dat wil zeggen, ze staan wel op de lijst van een partij, maar ze zijn in feite persoonlijk gekozen als parlementslid. Daarom, als ze er ook genoeg van hebben, van hun eigen partij, of ze worden eruit gekegeld, dan blijven ze vaak zitten. En dan blijft dat ene Kamerlid, want als het er niet mee eens is, blijft zitten. Dat mag, want het Kamerlid is a titre personeel gekozen. Het wonderlijkste van al is, als één zo'n Kamerlid zich afscheidt, dan heet dat een groep. Dus toen Wilders zich had afgescheiden van de VVD, werd hij de groep Wilders. Het is de enige manier in Nederland, volgens mij, om in je eentje een groep te kunnen vormen. Dat kan in het parlement. Maar door de jaren heen, als u eigenlijk de geschiedenis bekijkt van het Nederlandse parlement, zeg maar sinds de woelige jaren 60, dan zult u zien dat dat parlement eigenlijk een vrij redelijke afschaduwing is van de opvattingen die in het land leven.